Hoogma. Venović. Heeft de ruimte gezien bij Emil Hansson. Armenteros loert in de punt. Hansson, een man kwijt. Aardige voorzet en raak ook hier het doelpunt van Lauwersen. Tweede doelpunt van het seizoen van Nicolai Lauwersen. De eerste kans vanavond voor Heracles levert een doelpunt op. Paas van Venović. En dan het voorbereidende werk van Hansson. Leliendal laat Lauwersen zomaar uit zijn rug lopen. En Lauwersen straft het af. Bal schiet door via het hoofd van Meissen tot bij Emil Hansson. Hansson, Armenteros. Ja, 2-0. Dat is Samuel Armenteros. 10 minuten voor rust. Heracles is ontzettend effectief. Want zo heel veel kansen heeft het in de eerste helft niet gehad. Het begint bij de trap van Brouwer. Iets wat ongelukkig, die bal op het hoofd bij Meissen. Onder druk van Armenteros. En dan Hansson. Even erlangs. Goede voorzet. En Armenteros weet als hij de kans krijgt om te schieten dat hij het doel kan vinden. Slecht geraakt door Schein. Wahim dribbelt zich erlangs. Wat een ruimte ligt er. Och, wat goed gespeeld. Lauwersen, Armenteros in positie. Lauwersen zelf. 0-3. Vrijwel iedere aanval van Heracles levert een doelpunt op. En weer scoort Lauwersen. Echt voortreffelijk gevoetbald op het middenveld door Wahim. Als je zo kunt afronden, dan hoef je hem niet af te geven. Nicolai Lauwersen met zijn tweede van de avond. Armenteros. Weer een goede variant. Hansson, lekker geraakt. Maar ook prima gepakt natuurlijk door de keizer. Dan fluit de scheidsrechter voor het einde. Heracles wint met 3-0 dankzij twee doelpunten van Lauwersen en eentje van Armenteros. Zijn derde doelpunt in dit seizoen. Heracles was vanavond veel en veel te sterk voor Jong FC Utrecht.